Dank u, meneer de voorzitter. Leden van het Hof, dank dat u mij de gelegenheid geeft om kort nog het woord vandaag tot u te richten. Het was een drukke week, maandag en vrijdag hier bij de zitting van uw Hof. Dinsdag, woensdag en donderdag in de Tweede Kamer, vaak tot diep in de avond en de nacht, onder meer om te debatteren over het thema racisme en discriminatie. De arena ook waar dat debat overigens bij uitstek thuis hoort. En ik zal die discussie hierover vandaag niet overdoen, hoe verleidelijk dan ook. Want wij voeren hier geen debat met elkaar. Ik ben hier verdachte in een strafproces. En ik kan dat na al die jaren eerlijk gezegd nog steeds niet bevatten. Eerst werd ik vervolgd voor het maken van een film over de Koran. En daarna voor het stellen van een aantal vragen op een verkiezingsavond. En inmiddels sta ik vanwege mijn politieke mening nu al 10 jaar voor de rechter, terwijl die islamitische radicalen die verschillende fatwa's over mij hebben uitgesproken nog steeds vrij rondlopen. En staat u mij toe dat dat soms moeilijk te bevatten is. Maar wat ik helemaal niet kan bevatten, en volgens mij niemand met gezond verstand, is dat ministers en ambtenaren zich met dit proces, met mijn vervolging, hebben bemoeid. Dat ze de regels van de trias politica aan hun laars hebben gelapt en de elementaire regels van onze rechtsstaat hebben geschonden bij de vervolging van een parlementslid, nota bene van de grootste oppositiepartij in het parlement. En wat het OM ook zegt en wat voor smoezen, relativeringen ze ook vandaag weer verzinnen, we hebben u de bewijzen daarvoor aangeleverd. Er was zeker inhoudelijke bemoeienis van het ministerie van Justitie bij deze strafzaak. Ambtenaren dachten inhoudelijk mee met het Openbaar Ministerie. Ze leverden zelfs juridische munitie aan. Ze wilden het requisitoor meelezen. Ze hielpen het Openbaar Ministerie met het bedenken en weerleggen van mogelijke verweren van de verdediging. Mijn verdediging. De minister paste persberichten aan. De zinsnede, dan gaan we dat regelen, moest erbij betrokken worden. Inhoudelijke adviezen zijn door ambtenaren van het departement aan de collega's van het PAG doorgegeven. De minister van Justitie werd gevraagd iets over de kansrijkheid van mijn vervolging te zeggen in de ministerraad. En dat is allemaal niet normaal, meneer de voorzitter, leden van het Hof. Dat is niet normaal. Dat is ontzettend fout en dat is onacceptabel. En het bleef ook niet zonder consequenties. Want die bemoeienis heeft ook feitelijk resultaat gehad. Het Openbaar Ministerie, u heeft dat in de stukken kunnen zien, nam de suggestie van het departement over en kwam toch met een brede tenlastelegging, inclusief het aanzetten tot discriminatie. Waarvoor ik vervolgens ook een eerste aanleg veroordeeld ben. Voor iets waarvan het Openbaar Ministerie in haar vervolgingsbeslissing van 10 september 2014 nog vond dat er geen sprake van was geweest. En tot die conclusie, dat heeft u ook kunnen zien, was zij gekomen na langdurig uitgebreid intern beraad, waarbij onder andere het LICD, het Wetenschappelijk Instituut, het WBOM en een reflectiekamer bij betrokken zijn geweest. En die nauwe samenwerking tussen dat Openbaar Ministerie en het departement stopte niet in 2014. Zelfs de timing van het naar buiten brengen van de beslissing op een WOP-verzoek over dit proces werd in 2016 tot op ongeveer de dag nauwkeurig afgestemd. In overleg met nota bene de zaaksofficier stelde het Openbaar Ministerie aan het ministerie voor om het besluit uit te stellen tot na de inhoudelijke behandeling van mijn zaak. En zo geschiedde ook. Zelfs in de afhandeling van een WOP-verzoek hield het ministerie rekening met de processuele belangen van het Openbaar Ministerie. En voorkwam daarmee dat mijn verdediging nog iets kon doen met de vrijgegeven stukken. Dat heet in normaal Nederlands manipulatie, meneer de voorzitter. Het OM en het departement die de openbaarmaking van relevante stukken manipuleren om mijn verdediging te schaden. En het Openbaar Ministerie deed de afgelopen jaren veel moeite om verder onderzoek tegen te houden. Ze wilden niets onderzoeken. Als het al gebeurde, dan was het omdat u dat eiste, dat u dat beval. En ik begrijp nu ook waarom ze dat niet wilden. Want het is inmiddels gebleken dat het OM onwaarheden heeft opgeschreven. En niet alleen
in een op ambtseed opgemaakt procesverbaal, maar ook dat het Openbaar Ministerie er zelf een politieke agenda op nahield, hoezeer de advocaat-generaal dat ook ontkent. Het was de officier Wouter Bos die opvallend specifiek was over het naar buiten brengen van het ambtsbericht over mijn vervolging. Voor het kerstreces. Ruimschoots voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tussen het vragenuurtje op dinsdag en die ministerraad op vrijdag. Hij deed niet onder qua kennis van de agenda en het reglement van orde van de Tweede Kamer dan het gemiddelde Tweede Kamerlid. En ik zeg u, meneer de voorzitter, veel politieker wordt het niet. Een persbericht, moet u daar eens bij stilstaan, een persbericht over de vervolging van de leider van de grootste oppositiepartij bewust naar buiten brengen, ruimschoots voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ruimschoots voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is politieke manipulatie van de zuiverste soort en een bewijs ook van de vooringenomenheid en de afkeer bij het Openbaar Ministerie voor mij en mijn partij. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik zal het niet doen, want de heer Knoops heeft afgelopen maandag, denk ik, op een voortreffelijke manier alles al glashelder benoemd. En ik zeg u, als je maandag luistert en ziet wat er allemaal voorbij is gekomen, dat dat allemaal met geen pen te beschrijven is. En ik zeg u ook, meneer de voorzitter, leden van het Hof, dat ik geen andere verdachte ken, al helemaal geen andere politici, waarbij dit allemaal is gebeurd. Zoals ik u al eerder voorhield, heb ik als verdachte niet alleen tegen het Openbaar Ministerie moeten vechten, maar ook tegen de uitvoerende macht. Tegen het ministerie van Justitie, die zich er wel degelijk mee heeft bemoeid. Het wel degelijk heeft proberen te beïnvloeden. En dat is oneerlijk. En dat is zeker niet normaal, zoals de AG zegt. Het is niet normaal. Ook vandaag proberen ze u weer wijs te maken dat dat normaal is, maar dat is niet normaal. Het is ongepast en het is abnormaal. En ik hoop oprecht dat u, meneer de voorzitter, leden van het Hof, wat u ook van mij vindt, of u mijn ideeën nou sympathiek of abject vindt, of u de partij die ik leid, de Partij voor de Vrijheid, nou steunt of helemaal niet, dat u los van dat alles, dat u niet zal toestaan dat de beginselen van een eerlijk proces met voeten worden getreden. Dat u een dikke streep zet door de bemoeienis en de beïnvloeding van de uitvoerende macht bij mijn vervolging, wat bij geen enkele andere verdachte of politicus ooit is gebeurd. Dat u Nederland laat zien, leden van het Hof, dat u staat voor een eerlijk proces van verdachten, of ik het nu ben of een ander. Dat u ambtelijke en politieke bemoeienis bij een strafproces onacceptabel vindt. Dat er in Nederland nog iets zoiets bestaat als gerechtigheid en eerlijkheid, ook bij de rechterlijke macht, dat u het Openbaar Ministerie om die reden niet ontvankelijk verklaart. Dat zou gerechtigheid zijn. Dank u wel.